Ik leer hem mijn logica. Ja, ze zullen wel denken, jeetje, die gaat glamorous het apparaat in. Don't give up, just hold on tight, it'll be alright. Goedenavond. Welkom in een nieuwe vlog. Ja, nou, het is woensdagavond. Laat, denk ik wel. Even kijken. Ja, het is 11:30 geweest. Ik ben heel druk geweest. Want ik heb de volgende van chaos naar balans opgenomen. Ja, ik had verwacht dat het een veel kortere zou worden, maar dat is niet gelukt. Ik heb ontzettend veel eruit moeten halen. Hij was wederom meer dan een uur. Ik heb het kunnen terugbrengen naar iets meer dan een half uur. Dus meer kon ik er echt niet uithalen, want dan blijft er niet genoeg over om het duidelijk te maken, zeg maar. Dus ik ben hier, de halve dag sowieso mee bezig geweest. Eerst met opnemen en vervolgens natuurlijk het editen. En ik werk nu met een nieuw programma. Het is geen nieuw programma. Voor mij is het een nieuw programma. En ik moet ontzettend wennen. Er zitten veel meer opties op dan waar ik mee werkte. Ik had dus iMovie. Met dit programma kan ik veel, veel, veel meer. Dus dat is superleuk. En ik probeer er ook gebruik van te maken. Alleen de opties zijn eindeloos, zeg maar. Dus het is af en toe moeilijk kiezen. Het is heel veel zoekwerk. Dus ik ben ontzettend lang voor mijn doen bezig geweest met editen. Maar hij is klaar. Dus als het goed is, staat hij er morgenochtend op. Nou, morgen is het dus donderdag. En dan heb ik de campagneshoot. En de MRI, dus het wordt een drukke en spannende dag. Ik ben heel erg benieuwd hoe het weer allemaal gaat lopen. Ja, dus Arjen die gaat mee. Ik wilde Kai ook meenemen, maar Kai is er niet. Want Kai die kon dus logeren bij mijn nicht. Bij Danique. En daar is hij helemaal gek op. En dan was hij al heel lang niet geweest. Dus ik had geregeld dat hij daar kan... Mij heeft Bailey een take. Moment hoor. Oh, gelukkig. Het is een korstje. Ik had kunnen regelen dat hij daar naartoe kon. En hij kan er dus logeren. Twee nachtjes vindt hij helemaal geweldig. Dus achteraf misschien ook wel beter. Ik bedoel, hij wilde wel graag mee hoor. Ook naar het ziekenhuis. Dat vindt hij allemaal reuze interessant. Maar ik denk uiteindelijk, ja, dit is leuker voor hem. En hij had er heel erg zin in. Maar goed, omdat ik dus niet zelf terug wil rijden. Als je daar dan vervolgens de shoot hebt en je moet ook nog weer helemaal terugrijden. Ja, als ik moe word, zie ik gewoon slechter. Dus dat doe ik liever niet. Nou, Arjen die kon mee, dus die gaat morgen mee. Ja, ik ben heel benieuwd. Oh, en ik heb mijn IKEA-spulletjes binnen. Oh, en ik had trouwens voor Kai heb ik een... Kai vindt het heel leuk, hè, met letters en schrijven, woorden maken. Dus we doen elke keer zo'n spelletje en dan maak ik een woord en dan moet hij het lezen. En soms maakt hij een woord. Ja, kind is 5, maar hij kan het gewoon al. Het is echt... Wat dat betreft hoop ik dat het zo blijft, want hij vindt het gewoon heel erg leuk. Letters, maar ook cijfers en zo. Hij vindt het allemaal reuze interessant, dus ik hoop dat het zo blijft. Maar nou had ik deze gevonden. En hier zitten iets van, wat stond er nou, 99 letters in. Ik zie het zo snel even niet staan, maar volgens mij zit hier iets van 99 letters in. En de letters die wij hadden, dat was van een ander ding. Maar dat waren, dan had je overal maar één letter van. Dus dat was niet zo handig. Daar kun je gewoon niet zoveel. En dat zeg ik, hij vindt hartstikke leuk. Dus, en hij leert ontzettend snel.
En ik heb de IKEA binnen. Dus ik moet straks ook nog mijn bed gaan opmaken. Ik heb Ligimo dekbed. En dan 4 seizoenen. Want ik kan in de winter best een koukleun zijn. En in de zomer heb ik het snel juist warm. Nou, momenteel word ik gek van de opvliegers trouwens. Maar hij was uiteindelijk niet zo duur. Dus ik bedoel, alles bij elkaar was wel heel duur. Maar per stuk viel het allemaal echt mee. 2 grote kussens. Ik had een tijdje terug bij de Aldi 2 kussens gehaald. Maar dat was toch niet zo'n succes. Ik bedoel, ze liggen best lekker, maar ze beginnen nu al een beetje te vervormen eigenlijk. Dus ik dacht, nou ja, als ik toch voor hem een ander kussen doe, dan bestel ik er zelf ook nog één. En ik heb toch altijd tegen de muur heb ik ook altijd aan beide kanten een kussen er tegenaan. Dus ik heb altijd meerdere kussens ook op bed. Dus nou ja, dat komt alleen maar mooi uit dan. Dit is een ergonomisch kussen. Ik zit even te voelen, maar het voelt wel alsof het een kussen is waar proppen in zitten. Maar goed. Even kijken, jongens. We're gonna see. Ik heb ze. En ik ga ze wel proberen. Ze waren goedkoop. Dus ja, dan kun je er ook niet zoveel van verwachten. 2 matrasbeschermers. 1, ik weet niet of het goed te zien is. Maar hij is een beetje mintgroen. Een beetje groenachtig. Dekbed overtrek. Ik heb deze in het jaar wit met grijs. En deze is dus de groene variant. Hoeslaken. Is het hoeslaken? Het heet een hoeslaken toch? Wat je om je matras heen doet. 2 hoeslakens. En ik heb nog een gewoon wit dekbed overtrek. Ik moet dus eigenlijk zo meteen nog mijn bed helemaal gaan doen. Waar ik niet zo'n zin in heb. Misschien doe ik het ook wel morgenochtend. Maar ik ben blij dat ik het binnen heb. Er is niks lekkerders dan dat je alles nieuw hebt op bed. Oh, dat vind ik zo fijn. Oeh, volgens mij. Hij is geëxporteerd, jongens. Nou, dat heeft hij heel snel gedaan. Want hij heeft het in. Wat was het? Een half uur, 3 kwartier of zo? 3 kwartier, denk ik, heeft hij erover gedaan. Dus dat is echt heel snel, want ik heb alles in de hoogste kwaliteit staan momenteel. Om te proberen. Ik moet zeggen, ik zie geen verschil. Maar ik wilde dat proberen, dus ik heb het gedaan. Even kijken, jongens. Wat je dan moet doen, is dat je dus naar YouTube gaat. En dan ga je hem uploaden en dan moet je nog heel veel dingen gaan aanpassen. Dus dat ga ik nu doen en dan hoop ik dat hij er morgenochtend op staat. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Hallo! Ik ben klaar! Ik ben er klaar voor! Ik doe eerst dit gewoon aan. En als dat niet goed genoeg is, heb ik nog andere kleding bij me. Ik dacht, ik doe gewoon mijn haar in de krul, want dat had ik gisteren ook. En als ik dat nu helemaal opnieuw ga moeten doen, daar had ik niet zoveel zin in. Ik moet nog wat op mijn lippen straks. Maar goed, ik heb toch eerst de MRI. Ze zien me aankomen bij de MRI. Ja, ze zullen wel denken, jeetje. Die gaat glamorous het apparaat in. Ja, ik hoop dat daarna mijn haar nog een beetje te doen is. En dat ik niet een hele rand van dat stomme mutsje heb en zo. Maar goed, Arjen kan elk moment hier zijn. Die zou iets eerder komen. Dus die kan elk moment hier zijn. De van chaos naar balans is gelukt. Die staat erop. Die heb ik vanochtend online gezet. Ik had wel een paar reacties gezien, maar
Even kijken. Nou, we hebben er sowieso een paar abonnees bij. Dus superleuk, welkom. Heel erg leuk dat je geabonneerd bent. Nou, hij wordt niet gek veel nog bekeken, vind ik. In 5 uurtjes 65 keer. Dat vind ik niet veel. Maar goed. Uiteindelijk gaat het me er niet om hoeveel die bekeken wordt. Maar dat die door de juiste mensen bekeken wordt. Die er misschien wat aan hebben. Nou, heel lief weer al jullie reacties. Ik ga ze straks even verder bekijken. Ik ga nog even wat drinken. En dan denk ik dat Arjen zo wel komt. En dan verwacht ik dat we... Ik verwacht dat we onderweg wel even wat eten. Iets makkelijks. Geen idee nog wat. Het kan een broodje zijn. Het kan iets zijn van een Mackie. Ik weet het nog niet. Maar dat zie ik dan wel. Ah, daar komt hij aan. Hallo. Honey, I'm home. Nee, we hebben niks. Nou, ik ben bepakt en bezakt. Een beetje gek om zo in de MRI te gaan. Helemaal opgedoft. Maar goed. Wat heb je allemaal gekocht? Oh, waifoetjes heeft hij meegenomen. Die van mij, die zijn alweer op. Ja, die zijn alweer op. Wat voor onderweg straks. Lekker, oké. Okay. Maar goed, ze zijn gekoeld, dus ik hou ze even goed. Nou. Ik ga mijn nu uitlaten. Huh? Zitten weer op. Zijn onderweg. Leuk, zin in. Heel benieuwd. Ik weet wel dat het super aardige mensen zijn. Sowieso die man waar ik telkens het gesprek mee had. Dus ik vind het heel leuk om te ontmoeten. En ja. En MRI ging verder goed. Voor mijn gevoel ging die heel snel. En duurde het veel korter dan normaal. Maar Arjen zegt nee. Hoe lang was ik binnen geweest? Ja, toch een half uurtje, hoor. Een half uur. Maar goed. Ja. Mijn haar zat een beetje platter, maar dat sjoes ik wel op straks. Jongen. Ja. Welke wil je? Sorry. Omdat ik weet dat jij de kool vroeger. Oh nou, dat maakt niet uit hoor. Goed schudden. Ik heb eigenlijk al gehad, maar... Ik denk dat er wel nog één neemt. Nou, zal ik dan de cold brew nemen? Over hobbels gaan. Nou? Droge. Alle dames en heren gingen gillen. Naar, weet je zo. Oh, ja. Dus wat raar. Een trouw en dan een portret. Wacht ik zo even van hem laten zien. Even. Moet ik hier wel onderuit liggen? Ja, ja. Ja, absoluut. Bij de MRI net. Kan je dit zelf ook zoeken? Ja, ik kan het zelf ook zoeken. Ja, na 3 jaar ben je er wel zo aangewend. Ken je die routes? Ja, en als het wel fout is, nee, dan ben je wel iemand op. Kijk, daar heb ik iemand een lampje gehangen, of niet? Ja, die hing, ja. Zou die uit kunnen? Ja, dat is leuk. Ik zie er niks. Gewoon vragen, de eerste keer lachen en dan zeggen, kijk eens, wat serieus. En dan
kijken. Ja, maar niet sip of zo, ja, toch? Nee, niet sip. Nee. We willen niet zielig, maar een beetje kracht. Maar ook wel... Wel dat het... Nee, ik zei nog, als we niet willen dat ik zielig ga kijken. Nee. Ik vroeg je juist erover, omdat ik zoiets heb, joh, we leven nog. En, precies, ja. Zolang je ademt, ben je niet anders dan ander. Ja. Indringende blikken. Ja, een blik die bij je past. Een beetje indringend. Ja. Niet sip en zielig. Opvliegen, dus ik ben gevoegd in de overgang. Maar het is hier ook lekker warm hoor. Ik Als het deze rood wordt en wel gaan glimmen, dan weet je wat er aan de hand is. Oh, yeah. Als je afgeleid daar staan twee mannen. Nee, daar heb ik geen last van. Ik moet nog anderhalf uur met haar in de auto. Ik leek ook wel heel sympathiek lijken, maar dan wel afschuiven op je hand. Dat wordt dan zo'n zwijgerit. En waar ben je bent u van dan? U? Jij. Josje, Oh, ja, leuk. De man van? Ja. 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 Je staat ook. Ja, ze heeft me gevraagd of foto's is. Nee. Ze heeft het foto's gedaan. Ja. Ze is wel zenuwachtig, hè? Josje, ja, zeker. Ja, spannend, ja. Ja. Ja, er was niet in ons script stond... Al die vonden ze best een sterke blik op. Dus, hey, even kijken, normaal gesproken zou ik naar links en naar rechts gaan om jou mooi midden te krijgen. En dat lukt hier niet, dus moet jij al een stukje naar die kant. Met de trap en al? Ja, ja. Ik zeg gewoon wat. Nee, dat is je toegang gesproken. Als ik naar links loop, dan maakt het ook zelf even niet naartoe aangekomen. Moet hij even hebben, anders heb ik niet veel te zien. Nee, ja. Ja. Testen. Maar zo'n blik is sowieso ook goed. Goede blik, maar ja. We gaan het variëren. Ik ga dwars door de camera kijken. Ja, maar dat is ook tof. Ja, ik vind dwars door de camera kijken. Ja, jij vlogt, hè, dus je bent wel een beetje met en camera. En nu, ja, ik zeg het nu vast. Maar. Even als die vindt zo iets van de hand af te trekken. Ja. Echt zonder in beeld te halen. Ik heb dat die omhoog gaan gericht blijft. Klein stukje weg nog. Het is echt een goede blik, hoor. Ja, echt een goede blik. Lachje vind ik leuk, maar ik vind je daarvoor ook gewoon cool. Heel goed. Tof, man. Goed. Ja, hè? Ja, heel goed. Dat je het anders moet doen, ik zeg hoor. Nee, maar dit is pas perfect in de serie. Mooi. Good morning. Kun je er ook natuurlijk helemaal een crop top van maken, hè? Ja. Anyway, ik ben net wakker. En het is al... het is in ieder geval 12 uur geweest. Maar Kai die komt straks thuis. Ik weet niet precies hoe laat. Ik ga even koffie zetten, jongens. Ik heb geen Y-food meer in huis. Dus dat is een beetje balen. Het is weer helemaal op. Ja. Ja, ik ben er echt snel doorheen. Maar goed, ik ga even koffie zetten en dan... ik moet... Oh my god, ik heb zoveel was te doen boven. Gisteren was hartstikke leuk, jongens. Dat is echt heel leuk. We konden niet zoveel filmen. Want dan zouden we te veel weggeven en dat mocht nog niet. Want de campagne zelf komt pas in... November, december ergens, geloof ik. Dus ja, we konden niet te veel filmen daar. Dat was heel jammer, want het was heel gezellig. En ze wilden zelf wel allemaal in de vlog. Dus dat vond ik wel heel leuk. Alleen, het was een beetje lastig. Want Arjen heeft wel gefilmd.
Ik was natuurlijk bezig. Ik was overigens zo klaar. Ja, hij zei bij de eerste proeffoto, oh, ik vind deze eigenlijk al hartstikke mooi. Ik denk, nou oké, geen idee. Maar ja, superleuke mensen, hele aardige mensen, hele aardige toffe fotograaf. En ja, ik vind het ook wel leuk. Ik heb natuurlijk zelf ook gefotografeerd, dus het voelt een beetje als thuiskomen of zo. Niet dat ik nou zo goed ben in model staan, hoewel ik dat ook wel eens heb gedaan. Maar toch, weet je, de hele entourage en zo, ja, dat voelt wel vertrouwd. Dus dat is hartstikke leuk. En Josja was er ook. Nou, dat vond ik echt super gezellig. Dat was echt toevallig, wist ik echt niet. Ze deed op een gegeven moment bericht van, hey, ik zie jouw naam er ook bij staan. Dat ik dacht, oh wat leuk, ga jij ook heen? Dus ja, Josja was er ook. En nou, nog twee andere jongens, mannen. Ja, knappe jongens hoor. Knappe jongens, ja, die waren er ook. Hadden ook hersentumor. Dus, nee, maar het was gewoon de organisatie ook. En de creative director, ook een hele aardige man. En ja, het was gewoon heel gezellig. Het was gewoon echt heel gezellig. En ik vond het rijden, nou, we waren er redelijk snel. Nou, Manu die werd knettergek toen we thuis kwamen. Ik had het moeten filmen. Oh, die werd helemaal geflipt. Piepen, blaffen, springen, rondjes draaien, rennen. Die was helemaal door het dolle heen. Hé, Manu? Je moet even een plasje doen ook, hè? Ja. Ja, jongens, ik ga een bakje koffie zetten. En ik hoop dat ik deze er van het weekend op kan zetten. Want het is natuurlijk, het is vrijdag. Ik weet niet of het te zien is, maar ze hangen er zieligjes bij. Dus deze ook, is ook helemaal aan het hangen. Nou, nodig even water geven. Ik ga eerst even wat drinken en een beetje proberen wakker te worden. Want Kai die komt straks. En dat zeg ik, ik weet niet eens hoe laat. Stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I never figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Koffie op drinken. Oh, ik zal me nu even eten geven. Wil je het hier hebben? Kijk eens.
Nou, ik heb een lekker luier dagje gehad. We hebben net gegeten. Het is zaterdag inmiddels. En wij hebben kip madras gegeten. Ik doe altijd broccoli erdoor en appeltje en een beetje tomaat. Van alles wat. Dus dat hebben we net gegeten. We gaan zo meteen de hond even uitlaten. En ik had gekeken, maar er staat nog geen, uitslag op. Dus ik heb nog geen uitslag van de MRI. Ik verwacht maandag of dinsdag. De officiële uitslag is pas de 4e. Die dacht, food. Nee, die heeft meegegeten. Het zwembad is weer mooi schoon. Maar ja. Oh ja, we moeten nog wel even dat ding erop doen. Ja. Doe zo, klopjes even. Ik heb alleen van de hoge bomen. Die hoge bomen helemaal achterin. Het zijn gemeentebomen. Maar daar komen allemaal van die hele kleine dingetjes uit. Dat is één windvlaag en je hebt je tuin weer vol liggen, zeg maar. Oh, hi! Wou je ook even hoi zeggen? Manu! Manu! Oh. Wil Manu wandelen? Oh, ja, ja. Wil Manu wandelen? Ja, wandelen, Manu! Dat staat je. Wil jij wandelen? Wil Manu wandelen? Kom je, Ariët, we gaan. Wil Manu wandelen? Wat? Ja, bus. Je gaat toch nog wandelen, of niet? Je hebt toch regen? Je hebt toch je regenjas mee? Ja. Nou dan, wat heb je dan toch? Zullen we zoiets even... Zelf nog doen? Ja, nee, dat doen we wel. Nee, het cel moet er wel eerst op, Kai, maar we gaan wel zo. Wil Manu wandelen? Wil je wandelen, schatje? Wat doe je gek, Manu? We gaan even het cel eroverheen doen en dan gaan we even een stukje lopen met het hondje. Sorry voor de spetters. Het is niet mijn kind. Laat me. Zo. Het kan zijn dat het een iets kortere video wordt dan normaal. Ik heb iets minder gefilmd, omdat ik, de laatste tijd zoveel gefilmd. Even ietsje rustiger aangedaan. Dus het zou kunnen dat deze ietsje korter is. Ik ga even helpen het zeil erop doen, Kai. En dan gaan we. Ga lekker maar in natte slippers naar jullie toe lopen. Kom al! Ga lekker te spelen onder de laagjes. Ik had trouwens een stuk of 5 verdronken naaktslakken in mijn zwembad. Wat? Verdronken wat? Ja, naaktslakken. Ja, het is heel zielig en heel vies. Dan gaan we zo het eten er even afwandelen, jongens. Trouwens, het spelletje met die letters en die woorden bevalt goed. Het gaat ook erg goed, moet ik zeggen. Hij weet zelfs soms al wanneer het een D en een T moet zijn. En ja, hij weet ook waarom. Het zijn hoofden, geen hoofden. Juist. Ik leer hem mijn logica. Nee, het is wel leuk. En Kai is bijna jarig. Ja, die wordt over een paar weekjes, 10 september, wordt hij 6, jongens. Hij wordt 6.
En ik heb een heel mooi cadeau voor hem besteld. Een nieuwe fiets. Nou, dat weet je helemaal niet. Alsjeblieft, wat hoort erbij? Hè? Wat hoort erbij, het cadeau? Nee, dat zeg ik niet. Is verrassing. Is het cadeau groot? Wat zeg je? Is het cadeau groot? Nou, ik vind het ja, best wel groot. En kan er water in? Water? Ja. Nee. Oké. Heeft het een stuur? Een stuur. Nou, misschien? Ik weet het niet. Hoezo weet je het niet? Jij hebt het toch besteld? Oh ja, dat is waar. Maar ik ga niks zeggen, Kai. Oh, wat wil ze? Ik ben zo benieuwd. En er is nog een ander cadeau wat ik ook heel graag voor hem wil. Maar dan moet ik even kijken of ik die wat goedkoper kan vinden. Want anders wordt het echt veel te duur allemaal. Ik weet zeker dat hij dat ook heel leuk zou vinden. En wat? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik wil namelijk de Wii voor hem halen. Vond ik ook altijd heel leuk om te doen. Terwijl ik volwassen was. Maar ik weet zeker dat hij dat geweldig zou vinden. Maar moet ik eerst kijken of ik eentje kan vinden. Die betaalbaar is met alles erop en eraan. Het cadeau wat ik ook voor hem heb besteld is een fiets. Wat fluisterde je? Mama, wat fluisterde je? Ik had het niet tegen jou. Maar ik wil graag weten wat je fluisterde. Nee, want het gaat over je verjaardag. Dus dat is een verrassing. Alsjeblieft. Het is een verrassing. Wat fluisterde je? Dan is het geen verrassing meer. Bijna zes. En naar welke klas ga je dan? Naar groep 3. Ja, groep 3. Nou, wij gaan even wandelen. Doei!